Goedendag en welkom. Ik ben Gabriel Spruit, Executive Vice President van Dijk & Groep. En ik ben blij dat u kijkt naar deze eerste introvideo over het duurzaamheidsprogramma van Dijk & Groep. Aan de hand van verschillende video's informeren wij u over onze ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Dijk & Groep, met de merken Dijka, Beter Nijoplast en JDP, voert een strategie waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. We leven in een steeds veranderende wereld waarin we als Dijka Groep oplossingen met toegevoegde waarde bieden voor de groeiende behoeften in verband met verstedelijking, een enorme energieuitdaging, een toenemende schaarste en overvloed aan water, klimaatverandering en een grotere vraag naar een comfortabele, gezonde en veilige levensstijl. Daarom zijn we elke dag bezig met het creëren van Nature's Network. Via een netwerk van mensen creëren we een netwerk van oplossingen die helpen om natuurlijke hulpbronnen alleen te vervoeren naar precies die plaatsen waar deze hulpbronnen moeten zijn. Veel van onze bestaande producten helpen klanten, eindgebruikers en andere mensen al om duurzamer te worden. Tegelijk verankeren we duurzaamheid verder in onze activiteiten en processen. Hiervoor hebben we een duurzaamheidsprogramma opgesteld met specifieke en tijdsgebonden doelstellingen in nauwe samenwerking met ons moederbedrijf, de Tessenderlo Groep. Met dit ambitieuze plan willen wij, Dijka Groep, versneld uitgroeien tot een duurzaamheidsleider binnen de industrie van kunststof leidingssystemen. In deze video's lichten we dit programma toe en geven we een overzicht van onze lopende duurzaamheidsinitiatieven. Ons duurzaamheidsprogramma is afgestemd op de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, de zogeheten SDG's. Deze zijn in 2015 door de Algemene Vergadering van de VN aangenomen en moeten in 2030 gerealiseerd zijn. Ze zijn gericht op het creëren van een betere en duurzame toekomst voor iedereen. Er zijn in totaal 17 SDG's en na zorgvuldige analyse en overleg hebben wij in totaal 9 SDG's geselecteerd die wij het meest direct kunnen beïnvloeden via onze activiteiten. Ons programma bestaat uit 3 pijlers. De eerste is circulariteit. We willen voorkomen dat grondstoffen en materialen verloren gaan als afval en we willen emissies minimaliseren. Dan is er de pijler mensen. Die richt zich natuurlijk op mensgerelateerde onderwerpen, waaronder veiligheid en diversiteit. En tot slot is er continue verbetering. Dit richt zich op innovatie en het verbeteren van onze duurzaamheidsprestaties. Elke van de 3 pijlers bevat verschillende onderwerpen en voor elk van deze onderwerpen hebben we specifieke en tijdsgebonden doelstellingen opgesteld. In zijn geheel stelt dit ambitieuze plan ons in staat om op het gebied van duurzaamheid op een hoger niveau te komen. Tegelijk zorgt het ervoor dat het deel uitmaakt van onze dagelijkse bedrijfsvoering. En bovenal zorgen we er op deze manier voor dat we Nature's Network op een duurzame en verantwoorde manier voortzetten. Geïnteresseerd geraakt om op het gebied van duurzaamheid samen te werken? Aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar communication@dijka.com. Om nu al in een van de pijlers van ons programma te duiken, klik dan op een van de video's. Bij voorbaat dank voor uw aandacht en uw bijdrage aan duurzaamheid.